Op Sportpark De Vormt werd een afscheidswedstrijd gespeeld tussen een speciaal samengesteld elftal en de huidige eerste selectie van SV Urk. En van het drietal dat afscheid nam, speelde Jan van Sloten de meeste wedstrijden in Urk 1. Hij kwam liefst 375 keer in actie en scoorde 59 keer. Jan van Sloten! En hangen! Mooi SV Urk op 1-0 voorsprong tegen titelkandidaat VVOG. Zijn reactie na het afscheid. Dat is vrij gek. Het voelt heel vertrouwd op de een of andere manier. Omdat je al die jongens kent en het is zo'n mooie tijd geweest. Ik neem niet afscheid met verdriet of pijn, maar meer met tevredenheid. De afscheidswedstrijd voor de vertrekkende spelers werd georganiseerd door een speler van de huidige selectie, namelijk Benny Dunning. Hij is onder de indruk van het aantal gespeelde wedstrijden van Sloten. Ja, er zijn ongelooflijk veel wedstrijden en ongelooflijk veel tijd en energie wat ze erin hebben gestoken. En daar hebben ze uiteraard ook iets moois voor teruggekregen, want spelen in Urk 1 is als Urk het mooiste wat er is. En daar is Sloten. Hij raakt hem aan met het hoofd heel lichtjes, maar het is voldoende. En dan is daar na 10 minuten de welverdiende voorsprong. Aanvaller Hessel Snoek stopte in eerste instantie ook, maar keerde toch terug in de selectie van trainer Gert-Jan Karsten. Terugkeren was geen optie voor Sloten. Nou, ik ben heel blij dat Hessel Snoek is teruggekomen. Urk 1 heeft hem ook echt nodig. En als je ziet hoe fit hij is en hoe doelgericht is hij, absoluut een meerwaarde. Voor mezelf heb ik te veel pijn met voetbal op dit moment dat het niet aanlokkelijk is om terug te keren. Nee. Want vorig jaar werden jullie kampioen. Je was erbij, maar niet in het veld. Nee, heb ik ook heel weinig gespeeld dat seizoen, mede door de blessure. En dat maakt het afscheid wel iets makkelijker eigenlijk. Maar ja, dat was wel een pijnlijk seizoen voor me, ja. Maar aan de andere kant, je hebt nu niet gespeeld op het hoogste niveau wat Urk ooit heeft gespeeld, de derde divisie. Steekt dat niet een beetje? Nou, als ik zie nu hoe leuk ze het doen met nieuwe tegenstanders en dat soort dingen, vind ik het echt super gaaf. En dan vind ik wel jammer dat ik dat niet meemaak. Aan de andere kant, ik heb een hele mooie periode gehad van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Naar boven in de hoofdklasse en zelfs met kampioenschap, dus dan ben ik hartstikke tevreden. Als je nou iets uit moet pakken, wat zeg jij dan van, nou, dat is het mooiste wat ik mee heb gemaakt met Urk 1? Nou, ik zat er toevallig vandaag over na te denken. En als je het nadenkt over je hele carrière, dan herinner je maar een aantal flarden, momenten. En dat zijn niet de mooiste wedstrijd voor kampioenschap bijvoorbeeld. Maar dat je veld oploopt met een team, een wedstrijd in die je moet winnen. Of het nou voor na competitie is of in een beker. En je raapt met dat heerlijke teamgevoel het veld op. En je doet het met die jongens en je klaart die klus. Dat waren voor mij de wedstrijden dat ik echt met volle tevredenheid kon genieten. En de goal voor SV Urk, Jan van Sloten. Lekker cadeautje voor de Urkers en de voorsprong 2-1. En met die stand zou SV Urk zich handhaven.